Het oranje stoplicht knippert al tijden. Sinds het moment dat de verkeerssluis werd gesloopt, kunnen auto's gewoon doorrijden. Ja, het is op het moment eigenlijk niet zo veilig meer, omdat ze hier zo de stoplicht, daar hebben ze iets aan baldadigheid hebben ze uitgehaald. De gemeente heeft de sluis vorig jaar neergezet, omdat er veel sluipverkeer was. Maar nu het paaltje naar beneden staat, kunnen mensen die naar de provinciale weg willen, nog steeds afsnijden. Ik vind het niet altijd makkelijk, maar het is wel noodzaak, omdat de weg hierachter nogal gevaarlijk is. En anders zouden er veel auto's hier de sluiproute nemen. Maar er zijn ook mensen die de sluis helemaal niets vinden. Maar ja, hier komt elkaar geen verkeer langs, hè? Heel weinig, hoor. De boeren uit de buurt hoeven nu niet meer met een pasje op pad. Maar of dat opweegt tegen de nadelen? De veiligheid wordt er niet beter van, want het verkeer kan er toch nog gewoon langs. Dus hij ligt er nu werkeloos. De kosten zijn destijds wel gemaakt en de meeste tijd staat hij buiten gebruik. Ik denk dat een rotonde beter geweest was. De verkeerssluis heeft het eigenlijk nooit echt goed gedaan. Eerst waren er problemen met de lussen in de weg en daarna werd het ding een paar keer gesloopt. Ik vind het heel erg dat zo'n onveilige situatie nu misschien wat langer zou moeten bestaan. Omdat techniek en vandalisten ons part te spelen. Dat is op dit moment de vervelende situatie. Toch wil de verkeerswethouder niet zeggen dat de proef is mislukt. Hij zegt dat het in de toekomst niet meer fout mag gaan. Dat gaat ook voorkomen worden in de toekomst, denken wij, door de camera's bij te plaatsen. Dat jongelui, want dat zijn met name jongelui, het wel uit hun hoofd laten om daar nog vandalistische acties te gaan nemen in de toekomst. Maar niet iedereen heeft zoveel vertrouwen als de wethouder. Ik wou ook dat in mijn zak aan. Huh? God, goeiemorgen. Dat is allemaal ons belastingcenten. Huh? De kosten voor de sluis zijn door al het onderhoud al fors opgelopen. In de zomer wordt gekeken of de gemeente doorgaat met de sluis of dat er toch een andere oplossing moet komen.